Binnenkort start op de boot van Gert Verhulst zijn langverwachte talkshow. Geniet in première mee van de eerste aflevering van Gert Late Night. Ja, een hele goede avond en welkom bij Gert Late Night. Vanavond ontvang ik op mijn boot Sam Goris, Lisbeth Homans, Peter Goossens en Jacky Lafont. Ja, waar is Jacky trouwens? Die staat buiten over de reiling te doen, ik kan me niet tegen. Ja, zeg Gertje, waarom moest dat eigenlijk op uw boot? Ik begin ook al onpasselijk te worden. Zijn er zeker dat dat van zijn boot is en niet van uw eten? Ja, kijk, ik doe deze talkshow op een boot omdat het gewoon een origineel idee is. En ik had nog een aftrekpost nodig voor mijn boekhouding. Ah, was K-Drouw een aftrekpost niet? Hola, hola, eerblave vriend. Gert, sorry, maar ik heb het de laatste jaren niet meer zo verboden. Waarom niet? Als je ziet wat daar tegenwoordig allemaal met naar hier gestuurd wordt. Ja, maar zo'n boot is wel zeer praktisch, hè? Het is tegenwoordig nog de enige manier om in Antwerpen te geraken. Het wordt zot van dat dan met tand gekraas van die meeuwenbaten. Dat zijn geen meeuwen, hè. Dat is Jacky Lafont. Dat past als op een VTM Cruise City. Trouwens, van meeuwen heb je hier binnen totaal geen last. Ah. Allee, behalve van die ene die ik niet meer buiten krijg. Jullie drinken water, zie ik. Ja, ik drink al jaren geen alcohol meer. Ik ook niet. En al helemaal niet als ik op tv kom. Oké, laat ons daarop drinken. School. School. Zeg, maar moesten we nu niet wachten op Jacky? Pas, dat probleem zijn eigen niet opgelost. Ja, goed. Peter, jij had voor ons gekookt. Ja, iets zeer lekker. Een krokantje van Noordzeekreeft met een zalfje van roei. Ja, Sam, kan jij misschien het eten even nemen? Geen probleem, geen probleem. Hola. Hola. Hij pakt ineens de wijn mee. Geen probleem. Oh. Ja, Peter, ik pas dat dus zalfjes om zeep zijn vriend. Dat is een teleurstelling. Ik zal moeten wegspoelen. Ja, oké, dan kunnen wij ondertussen misschien wel eens kijken of ja, dat... Ja, Gertje. Ja, Samson. Is dat normaal dat aan de haven van Antwerpen dat er pinguïns staan? Maar nee. Dan paas ik dan weet of wat afgedreven zijn, vriend. Ja, oei. Ja, en ik begin hier ook al nattigheid te voelen aan mijn voeten. Sorry, dat was ik. Zo'n bout, ik weet het toch niet, hè. Maar allee, jongens, geen paniek. We moeten ons geen zorgen maken. We zitten hier veilig, zolang hier geen vrachtschip passeert.